twee mannen met een missie en een voorliefde voor de vaderlandse geschiedenis. Jort Kelder en ik, Pieter Jan Hagens. We stappen in de geschiedenis van Nederlands grootste zee- en veldslagen. Lekker man. We zijn daar waar het is gebeurd. De slag bij Nieuwpoort. Waterloo. De meidagen van 1940. Dat is toch wel spannend. De Zilvervloot. De slag bij Chatham. En de Tweede Wereldoorlog op zee. Maar het was alles of niet. Torpedo's eruit, terug. We gaan op zoek naar onbekende kanten van bekende historische verhalen. En we proberen met experimenten te beleven hoe het werkelijk was. Ja, ja! Samen trekken wij ten strijde. De slag om de Grebbeberg in mei 1940 is de laatste grote slag op Nederlands grondgebied. Wat is er nou precies gebeurd? Waarom hebben we hem verloren? Want er wordt dapper weerstand geboden. Als de Duitsers komen, zijn we slecht voorbereid. We hebben gebrek aan alles, mannen en materieel. En mijn vader, gemobiliseerd soldaat in de Betuwe, met uitzicht op de Grebbeberg, maakt die Duitse inval mee. De nacht maakte plaats voor een bleek, geleidelijk in helderheid toenemend daglicht. Op hetzelfde moment hoorden ze het gebrom van de Duitse vliegtuigen. Aan de oostelijke hemel verschenen ze, in grote formaties. Als aan de grond genageld, bleef iedereen staan. Het was een ongelooflijk imposant gezicht, deze honderden in strakke formatie vliegende machines. Eromheen schoten snelle Messerschmitts heen en weer. Het begon de mannen duidelijk te worden dat op deze vroege morgen van de 10e mei 1940 de situatie van het ene moment op het andere radicaal was veranderd. Een heuse, echte oorlog waarin Nederland lang niet had willen geloven, was onmiskenbaar een feit geworden. Zo beleefde mijn vader, Jort, de inval van de Duitsers in 1940, 10 mei. Hij was opgeroepen en hij lag hier met een groot stel oudere mannen van het 44e regiment infanterie 2e bataljon in een fruitschuur. Wat me bijgebleven is van wat hij vertelde is dat er niets was duidelijk. Iedereen was in verwarring. Er waren enorm veel geruchten van Duitsers die in Nederlandse uniformen hier over de dijken gingen. Die achter de linies waren doorgedrongen. En niemand wist wat er aan de hand was. Ja. Hij zag die enorme vloot vliegtuigen van de Duitsers overgaan. En hij zag dat gebombarderen, die artillerie daar op de Grebbeberg. En ze wisten gewoon allemaal niet wat er aan de hand was. Ja. We zitten in Ocht in de Betuwe. Ja. Verderop heb je dus die Grebbelinie en de Grebbeberg. Dat is een kilometer of 10 ver. Ja. Was hij zelf bang? Ja, hij zegt ook dat hij geen held was en dat de mannen met wie hij vocht ook geen helden waren. Zo portretteert hij zichzelf ook helemaal niet. Hij was een jongen van 20. Hij was onderwijzer en net verloofd met mijn moeder. Ja. En hij kwam hier terecht en het was natuurlijk een angstaanjagende toestand. Alhoewel ze heel lang dus ook dachten dat het geen oorlog zou worden. Maar toch, vanaf begin 1940, hij was al een paar maanden toen gemobiliseerd hier. Vanaf begin 1940 werd langzaam maar zeker volgens hem wel duidelijk dat die oorlog er toch aankwam. Dreigende taal van Hitler. Want het heette eigenlijk de gewapende vrede. Dus nadat Hitler Polen binnenvalt, krijg je de mobilisatie in Nederland. Ja. Geen oorlogsverklaring zoals Engeland en Frankrijk doen, maar mobilisatie. En dan beginnen ze zich dus allemaal in te graven. Ja. Dus ze hebben echt een half jaar in die loopgraven hier gezeten. Ja. In de stellingen voordat de Duitsers kwamen. Waarvan iedereen dacht, nou, waait wel over. Maar het waait niet over. Voorlopig zullen de soldaten de loopgraaf niet verlaten. En wat stond er op het menu? Hier, ja. Ratskeur en bonen. Precies. Beroemd liedje volgens mij geworden, soldatenpracht. Ratskeur en bonen. Lekker man. Rats is dus een soort ratatouille. Kug, het is oud brood. Eigenlijk gooiden ze gewoon alles erin wat ze over hadden. Dat duurt wel een anderhalve dag voordat het warm is op dit vuurtje. Met zo'n petroleumstelletje. Ja. Best te doen man. Maar werd er zo wel geklaagd in dat leger? Ze hadden te eten. Mooi uitzicht, een landerij. Heb je nog wat voor mij? Op een gegeven moment is het echt menens. Mijn vader die krijgt dus echte handgranaten uitgereikt.
En die heeft hij nog nooit gezien. Die heeft hij nog nooit in handen gehad als soldaat. Nooit in handen gehad, nee. Nou, hij heeft geoefend met houten granaten. En dan krijgt hij echte dingen. En dat is echt zo'n... Wat moet ik hiermee? Waar moet ik ze eigenlijk opbergen? En hij denkt naar... Ja, nou, oké, dan doe ik ze maar in mijn broodtas. En hij doet ze daarin. Ja. En die draagt hij dan op zijn rug. En dan denkt dat is wat handig zijn. Want als ik nou dekking moet zoeken, dan moet je op je buik vallen. Dan kan je die granaten maar beter op je rug hebben. Maar zo werd er geïmproviseerd, weet je. Niemand had het ze verteld. Het verhaal is altijd dat het Nederlands leger ouderwetse wapens had. Nou, dat schijnt niet helemaal waar te zijn. De Duitsers hadden alleen een automatisch vuurwapen. Voor de rest hadden we eigenlijk alles wat ze ook hadden, alleen een beetje te weinig. Ja. Hier, dit bijvoorbeeld. Het geweer, niet de karabijn, maar het geweer van de Nederlandse soldaten. M95, in Nederland gemaakt, bij de Hembrug. Dat staat dan voor model 1895. Klinkt wel oud, hè? 45 jaar oud. Deze is toevallig in 1917 gemaakt, maar een oud model. Maar het schijnt hartstikke goed te schieten, hoor. Standaard voor de soldaat, dus ook voor de soldaat Hagens. Absoluut, absoluut, ja. Ze moesten de dijk hier bewaken en had opdracht gekregen om elke auto aan te houden. Hij deed dit samen met een sergeant. Ze liepen hier dus de wacht. 'S Avonds, het was donker, komt een auto aanrijden in de verte. Dit is op de derde oorlogsdag ongeveer. Ja. Komt de auto aanrijden, ontzettend veel geruchten en gedoe. Dus die mannen die zijn al helemaal van, nou, we moeten hem aanhouden, want het kan van alles zijn. Die auto die rijdt door. En die sergeant die zegt, soldaat Hagens, aanleggen, vuur, schieten, vuur, ja. En dat doet mijn vader. Hij doet het. Oh, hij doet wat hem opgedragen wordt door zijn meerdere, natuurlijk. En die auto die gaat glibberend van de dijk af. Stapt een woedende Nederlandse officier uit. Of ze helemaal gek geworden zijn. Ze zullen echt de onderuit de zak krijgen. En dit wordt krijgsraad en hier gaan jullie nog wat van horen. Nooit meer van gehoord natuurlijk. Nou, weer iets van toen was de oorlog alweer over. Mijn vader deed gewoon zijn plicht. Kom. De Tweede Wereldoorlog die barst los in september 1939 met de inval door de Duitsers in Polen. Gevolgd begin 1940 door een inval in Noorwegen en Denemarken. En dan in de meidagen zijn wij aan de beurt. Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland worden binnengevallen. 10 mei 1940, 5:00 ochtends, de eerste Duitse militairen steken onze grenzen over. En degenen die dat in het midden van het land doen, die stuiten op de IJssellinie. De eerste linie die vooral bedoeld is om de Duitsers te vertragen. Daar hebben we bruggen onklaar gemaakt en dergelijke. Maar het heeft onvoldoende effect. Want 's avonds, diezelfde dag, worden de eerste Duitsers al gesignaleerd in Wageningen. Richting de volgende linie, de Grebbelinie. De Grebbelinie, de hoofdverdedigingslinie van het Nederlandse leger. Kort daarvoor eigenlijk pas bepaald, die loopt van het rivierengebied naar het centrale punt, de Grebbeberg. Ja, precies. De Grebbeberg, ongeveer 10 kilometer verwijderd van waar mijn vader toen was in die meidagen. Precies. Hoe ziet dat gebied er dan uit? Geïnundeerd. Onze kracht natuurlijk had alles is onder water gezet, behalve de berg. En er is één zwakke plek waar de Duitsers misbruik van zullen maken. Dat is de weg van Wageningen naar Rhenen. Die had eigenlijk onder water moeten staan, maar er was nog een gemaal dat niet af was, waardoor die droog stond. De Grebbeberg, hier. De verdediging daarvan is vooral in handen van het 8e regiment infanterie van de 4e divisie. Veel slecht getrainde mannen, moet gezegd. En die mannen die zaten hier ook een beetje te wachten. Ze wisten niet precies wat er allemaal ging gebeuren. Communicatie was slecht. En de indeling hier in de lijnen, de verdedigingslijnen, die stamt eigenlijk nog uit de Eerste Wereldoorlog. Starre verdediging. Kijk, hier heb je de voorpostenlijn. Voor het eerste contact met de vijand. Daarachter een hele strook. En dan krijg je hier, vlakbij de Grebbeberg, de frontlijn. De frontlijn, daarachter weer zit de stoplijn. Dat is de plek waar de vijand echt niet doorheen mag breken. Hier zetten we een zwartsloze mitrailleur bij. En daarachter de ruglijn. Als de vijand hier is, dan hebben we echt een probleem. Want dit zijn de reserves en de voorraden. Ja, ziet er ingenieus uit, hè? Maar was eigenlijk niet echt een geheim voor de Duitsers. Want in de maanden voordat de oorlog uitbarstte, hadden ze al alles gespioneerd, alles in kaart gebracht. En ze wisten, we gaan door de zwakke plek, door Wageningen. Precies, en daar komt hij dan. De 207e infanteriedivisie van de Duitsers. Geholpen door de SS-standarte der Führer. Mm-hmm. Een overmacht voor de Nederlanders. 1000 man per poppetje, hè? Precies. Later sluit zich nog een infanteriedivisie van de Duitsers aan. En de Nederlanders, ja,
Die zitten gewoon tegenover die enorme overmacht. In die SS-standaard de Führer komen we meteen een van onze hoofdpersonen tegen. Obersturmbannführer Hilmar Weckerle. Mm-hmm. Dat is een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. En hij is de eerste kampcommandant geweest van Dachau. Daar heeft hij een heel wreed systeem ontworpen van geweld en straf. Hij is overgestapt naar de Waffen-SS. En bij de Grebbeberg zal hij als commandant van het derde bataljon van het SS-standaard de Führer laten zien hoe fanatiek en hardvochtig hij is. Mm. En hij staat tegenover kapitein der Koninklijke Marechaussee, Gerhard Gelderman. Een conscientieus man, een modelofficier. En deze Gelderman die weet stand te houden tegenover Weckerle. Hij weet van geen wijken. En dan is er Jacob Harberts, generaal-majoor der artillerie, zoals dat heet. Die bij de Grebbelinie het legerkorps, het tweede legerkorps, aanvoert. Omdat hij slecht zicht heeft op wat er allemaal gebeurt daar aan het front, heeft hij het idee dat zijn manschappen lafhartig zijn. Hij wil een daad stellen tegen desertie. En last but not least, majoor Willem-Pieter Landsaat staat onder zijn mannen bekend als de ijzervreter. Hij is ook streng, maar hij zorgt goed voor zijn mannen. En al tijdens de mobilisatie heeft hij een aantal malen verklaard dat hij zal standhouden ten koste van alles. En dat doet hij inderdaad. 25.000 Duitsers tegenover uiteindelijk 10.000 Nederlandse militairen in dit gebied. De verhoudingen zijn scheef. Maar die getalsmatige verhoudingen zijn uiteindelijk niet de hoofdreden dat het misgaat. Wat dan wel de reden is waarom het misgaat, kun je het beste zien op de plek waar het gebeurde. Dan is het dus de ochtend van de 11e mei. De Duitsers die zijn gekomen tot Wageningen, dat wordt meteen opgegeven. Dat is daar, hè? Ja. En ja, dan moeten ze door over de berg. Want de Grebbeberg is daar. Vlakbij. En dat gebied ertussenin, dit dus, dat is de voorpostenlinie. Hè? Waar de Nederlandse soldaten dus eigenlijk het eerste contact hebben met de Duitse vijand. Ja. En ja, dat is eigenlijk wel een heel rottig gebied daarvoor. Hè? Nou ja, ze liggen ingegraven, twee compagnieën. Je zou zeggen, dat moet werken, maar het werkt niet. Want wat is er nou gebeurd? Uit bezuinigingsoverweging hebben ze eigenlijk veel te laat, aanvankelijk dus helemaal niet, alle fruitbomen weggehaald. Alle zware bomen, sowieso, de boerderijen, alles stond nog. Dus die Duitsers maakten optimaal misbruik van al die obstakels. Ja, ze konden zich overal achter verstoppen. Ja. En intussen probeerden ze dus verder op te rukken naar die Grebbeberg. En vreselijke gevechten hier plaatsgevonden. Mm. Maar goed, ook door al die obstakels en dergelijke was het dus zo dat die linies van de Nederlanders konden elkaar ook nauwelijks zien. Hè? Of elkaar al nauwelijks bereiken. Communicatie was een drama. Ja. En die communicatie was dus zo verschrikkelijk slecht dat eigenlijk niemand wist wat er aan de hand was. Want mijn vader vertelde dat altijd al van, er was gewoon niemand die het wist. En dat gold dus zelfs voor de mensen met de hoge rangen, de superieur, die generaal Harberts. Geen idee wat er aan de hand was. Want hoe gaat het? Veldtelefoons. Die werden verbonden met een draadje. Precies. Dat werd gewoon uitgerold, ja. Maar dat was zo gammel als wat. Precies. Dus die werden getrokken door het veld, hingen in de bomen, kwetsbaar. Automaat. Boom, gebroken. Maar dan had je de overtreffende trap, ja. Had je dit apparaat. Ultrakorte golf. Ultrakorte golf radio, dus draadloos. Ja, zenderontvanger. Dit is de hypermoderne techniek uit die tijd. Ja. Het was echt state of the art. Koptelefoon, microfoontje. Ja, ziet er. En dan, de instructie staat er ook op, hè. Prachtig, een bewaard exemplaar. Ja. Je moet 3 keer 1 seconde fluiten voor de oproep. En hier opgelet, de vijand luistert af. Ja, God, let op. Maar dit is dus fantastisch. Maar op zichzelf, dat spul werkt. Ja. Dit is moderniteit ten top. Maar er was één probleem. En dat ligt hier. Ja, de accu, hè? De ja. Batterijen. Want die waren niet geleverd. Ze hadden dus één setje batterijen, maar ze hadden geen reservebatterijen. En die waren een uurtje op. Ja, maar het is toch onbestaanbaar eigenlijk dat zo'n essentieel communicatiedeel, hè, want ze hiermee moesten zo coördinaten doorgeven voor de artillerie. De essentie is dit. Dat dit was is er gewoon, er was maar één accu, want de reserveaccu was niet geleverd. Niet geleverd. De slag om de Grebbeberg begint rampzalig op die 11e mei. We hebben niet genoeg wapens in huis. Er zijn geen reserveonderdelen. De gebrekkige communicatie tussen de linies en de top wordt een levensgroot probleem. Ons leger is namelijk zo georganiseerd dat lagere officieren zonder overleg met hun meerdere geen beslissingen mogen nemen. En dat werkt verlammend. Ook onze tactiek is hopeloos verouderd. Hier, de Grebbeberg. Ja. Daar de voorposten, eigenlijk een beetje in het midden van het slagveld. En is het interessant om eens te kijken naar de krijgstactieken. Hoe vochten de Nederlanders? Die hadden maar één referentiepunt, Eerste Wereldoorlog.
overgenomen van de Fransen. Hele vaste, ingegraven linies. Hiërarchisch opgebouwd. Je moest contact met elkaar houden. Maar het zat eigenlijk vast, want ze dachten... ze komen met een aanvalsoorlog in één keer over ons heen. En die Duitsers deden dat heel anders natuurlijk. Die hadden de auftraakstactiek. Dus zo'n commandant van de Duitsers, die van de Waffen-SS bijvoorbeeld... die zei tegen zijn ondergeschikten, je krijgt een opdracht. Je moet daarheen, je moet dat doen, je moet die Nederlanders uitschakelen. En gechargeerd, hoe je het doet, doe je het. Maar die opdracht heb je. Wekkerle, zo heette die man. Hielmar Wekkerle. Ook zelf een vechtersbaas. Agressieve man, raakte gewond ook tijdens die meidagen. En ja, die Duitsers... Die waren veel bewegelijker. Die gingen dus door al die vaste linies van ons heen. Dat hadden we nog nooit gezien, hè? Die twee verschillende methodes, dat leverde een grote probleem op. Op die verouderde tactiek van de drie verdedigingslijnen is dus de hoop van de Nederlanders gevestigd. Maar de Duitsers hebben een even simpel als doeltreffend antwoord. Want die gingen er... Die gingen met stoottroepen erin, hè? Die dachten, we gaan die ouderwets over de hele linie. Die braken door. Precies, dus die gingen er eigenlijk zo omheen. Ja. En dan, hop, dus dan kwamen ze... En dat waren niet de minste. Die jongens hadden ervoor doorgeleerd, die moesten de Führer verdedigen. Dus die, en dan trokken ze zo omtrekkende beweging, dus in de rug aanvallen. Ja. Dat is niet opgerekend. Nee. Zie hier in, eigenlijk in één bij één het drama aan de Grebbeberg. Ja. Maar hoe kunnen die Nederlanders zich überhaupt zo vergist hebben? Vergissen, het is gewoon de Nederlandse werkwijze tot die tijd. Ja. En wij waren natuurlijk ook een land wat al zo lang niet in oorlog was geweest. Dat wij waren natuurlijk niet top of the bill. Nou, sinds Napoleon nieuwe is... defensietechnieken. Ja. Wij waren wat dat betreft toch een beetje in slaap gesust, denk ik. We proberen de praktijk van 1940 terug te halen. Met een aanval op een Nederlandse stelling. Maar ik kan wel gelukkig bellen. Of je die telefoon, dit is echt. Of is het een douchekop? Wat is het? De bevelsuitgifte voor ten strijde. Ja. Ik ga jou een spoedcursus... We krijgen bij dit experiment hulp van het 17e Panzerinfanteriebataljon in Oorschot. De eerste instructie is, hoe nader je een versterking? Verdediging, inrichten. Ik denk dat jij die vuil... Ik verdedig een loopgraaf, de Nederlandse situatie dus. En Jort en zijn mannen moeten ons als Duitsers overrompelen. We proberen de 11e mei 1940 na te bootsen. Maar met de militairen en de kennis van nu. Dus we openen het vuur, ik gooi rook, ik kan omtrekken. Ik ga hem dus eigenlijk in de rug aanvallen van de zijkant. Dan gaat een van mijn voorste linies gaat naar voren, een van mijn voorste mannen. Die gooit een handgranaatje naar binnen en daarna spelden wij de medailles om. Is dat het idee? Dat klinkt goed. Zie dit als de Greppellinie van 1940. Jij bent hier de groepscommandant en jij gaat dit hier inrichten. Er zijn natuurlijk wat onregelmatigheden in het terrein. Het is wel heel breed. Dus het zou goed zijn, denk ik, heb ik net geleerd, om te zorgen dat je dat eigenlijk versmalt en dat je ze dwingt om naar één kant te gaan. Dat klopt. Hop. Oh, dit is toch niet normaal? Een telefoon van 60 kilo, wat is dit? Yes, moet ik nou echt zo? Zo gaan we beginnen. Hebben jullie wat te doen? We zijn heel druk bezig met waarnemen. Met waarnemen, oké. Dat neem ik wel even voor jullie over. Als jullie dan hier even een putje kunnen graven. Oké. Kan ik niet beter nu al gaan kruipen? Want ik heb gewoon geen zin in een kogel. Ga maar verder naar voren. Ja. Op die heuvel. Op de ellebogen. Niet eroverheen, hè. Ik denk dat ze daar vandaan komen zometeen. Hou je er rekening mee? Ja. Oké. Ali, je hebt kans dat ik je straks die kant op stuur. Goed zo. Jouw sector is daar, hè? Oké. Nou, laat ze maar komen. Lust hem rauw. Zie je wapensystemen? Maar ik heb het gevoel dat als we er recht op afgaan, is het natuurlijk helemaal verkeerd. Dus we moeten of omtrekkend zo, of we gaan zo. We moeten eromheen. Misschien kunnen we daar wel een vuurbasis mee doen. We hebben de stellingen hier ingericht. Een extra put gegraven. We verwachten de aanval daar, op die flank. Vanwege obstakels hier. Ja, dit is toch wel spannend. Mijn advies om rechtsom te gaan. Korter toch? Dat is makkelijk. Maar dit is wel een mooie locatie om een vuurbasis neer te leggen. Ik denk het wel. Klote radio nog nodig. Ja, zeker. Jij moet je moet er een keer bellen. Vuur verleggen.
maar één keer bellen voor één telefoontje. Moet dat ding meenemen, één telefoontje. Vuur openen. Nu schiet Hagens. Helemaal lek. Oh. Storing? Kan ik wat doen? Deze kant op! Anders dan toen mag ik nu op eigen initiatief mijn troepen verplaatsen. Ik hoef niet op een bevel van bovenaf te wachten. Verdomme, ik ben al hartstikke lek. En nu? En daar hebben Jort en zijn Duitsers niet op gerekend. Eigen gewonden! Ospik. Iedereen dood bij ons. Volgens mij is de vijand uitgeschakeld. Uitgeschakeld? Ja, Pieter Jan, we zijn de enigen die nog leven. Laten we de vrede maken. Volgens mij gaat meneer Kelder zich overgeven. Dat willen we meemaken. Meneer Hagens had verdediging heel goed ingericht. Misschien wel beter dan toen de tijd. Want je hebt je sectoren weggelegd. En jij verdedigde de loopgraven goed. En dat heeft jou eigenlijk de kop gekost. Vrij letterlijk, ja. In dit geval. Hadden we meer omtrekkende beweging moeten maken, hadden we helemaal eromheen moeten gaan. Ja, of meer handgranaten moet gebruiken in die loopgraven. Ja. Want dat zag je ook in 1940, dat die Duitsers echt met handgranaten naar voren stormden. Ja, en dan moet je wel plat natuurlijk in die loopgraven. Ja. Dus, en dan heb je een paar seconden, als ze nog niet dood zijn, om ze te grijpen alsnog. Exact. Ja. Bij de afsluitdijk wonnen we uiteindelijk wel, hè? Wij, de SS. Okay. Het was niet echt, hè? Nou, Pieter Jan, dat was een heel leuk experiment. Ja, en je hebt dus gewonnen, ja. Nee, omdat je hebt gevochten als een Duitser, flexibel, volgens de auftragstechniek. Dus ik ga omtrekken, mijn beweging werkt niet. Nee. Omdat je binnen die stelling allemaal posities veranderd hebt. Ja, dus moderne manier van oorlogsvoering eigenlijk. Ja, doet wel pijn. De situatie op de 11e mei, Jort. De Duitsers die zijn dus door die voorposten heen gebroken. En die staan hier voor de frontlinie. Eigenlijk aan de voet van de Grebbeberg. En hier zijn ook heel veel Nederlanders met zware mitrailleurs in kazematten die nog maar net zijn aangelegd. Hier onderaan de Grebbeberg loopt ook de rivier de Grebbe. Met daarachter het Hoornwerk, een oude verdedigingswal. En ook daar veel Nederlanders met mitrailleurs. Hier op dit punt een strategisch punt. Daar heb je de brug over de Grebbe opgeblazen door de Nederlanders. Onhandig voor de Duitsers, zullen ze laten repareren, want daarachter is de weg naar Renen. Dat heet de Holleweg, zo genoemd omdat hij tussen twee van die stuwwallen in zit. Mm-hmm. In de nacht proberen de Nederlanders nog die Duitsers weg te jagen, maar dat loopt op niks uit. Dus de situatie na de 11e mei op de Grebbeberg, veel Nederlanders met mitrailleurs, daaromheen nog veel meer Duitsers. De kunst voor de Duitsers is nu doorbreken door die frontlinie bij de hoofdweerstandstrook. Daarachter zitten die kazematten, bewapend met zware mitrailleurs. De wapens waarmee we die kazematten moeten verdedigen blijken ook problematisch te zijn. Ze zijn niet allemaal even praktisch in het onderhoud. Militaire uitdragerij. Wat wil je nog meer? Verzamelaar Frits Duinkerke bezit een van de belangrijkste wapens die werden gebruikt bij de verdediging van de kazematten op de Grebbeberg. De Schwarzlose. Een goed functionerende, zware mitrailleur. Maar wel een die altijd onderhoud nodig heeft. Ook tijdens een aanval. De Schwarzlose. Dit was ons hoofdmitrailleur, dus misschien 10.000 of 12.000 gehad. Hè. Hebben we hier van 10 naar 12.000 stuks gehad? Belangrijkste mitrailleur. Maar dit ding kon wel warm worden, hè, begreep ik. Watergekoeld. Als je 5 patroonbanden had verschoten, dan was het achter elkaar schieten. Ja. Was het water zo warm, dus moest je het water verversen. Hier vul je met water. Ja. En dan zit een stoompijp in. Als het water warm wordt, zet het uit. Ja. En als het niet weg kan, zou die mantel kunnen scheuren. Ja.
Ja? Dat ding gaat 450 man per minuut heen en weer als je blijft schieten. Oef. Ja, dat is een herrie hoor. Dat moet je zo, ja. Dat 450 keer per minuut. Per minuut. En dat is een irrecaas. Je ziet hem niet eens dus. Je oren die gaan gewoon tuiten. Dat snap je. En dat kan 450 keer het mechaniek per minuut. Als die goed gesmeerd is. Als die goed gesmeerd is. Wauw. Hier zie je een olietankje. Om de andere patroon, de tweede patroon, krijg je een druppeltje olie. Uit elkaar halen. Okay. Laten we nu schieten, dan oei, dat voel je hoor. Ja. Klik. Nou, daar hebben we alles. Heel simpel. Ja. Nou, zetten we in elkaar. Ja, dag. Zou je toch gebeuren op het slagveld? Ja, hoor. Nee, maar dit is... Ik bedoel, vind je het gek dat we de Grebbeberg verloren hebben? Makkelijk is, het kan eigenlijk maar op één manier. Doe eerst maar dat doen. Eerst deze, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar wacht maar even. Gaan eerst dit. Dit moet zo. Nee, nee. Ja? Nee. Nee, eerst haar. Eerst dat ding. Maar die moet hierin. Zoiets? Ja, zo moet hierin. Hou hem goed vast. Nee, zo kan hij niet in. Dan moet hij zo. Vasthouden. Oké. Okay. Hierin haken. Oh ja. En dan het hele geheel klik. Zie je? Zit en dit 400 keer per minuut. En dan zie je de patroonband. Ja, dan gooit hij hem daar uit. Even dwars houden. Ja, zo. Dan pak je er weer. Oké. Okay. Deze moet toch zo? Ja. Juist. Want hier gaan we de bajonetsluiting doen. Ja. Dus dan moet je hem zo pakken. Mm-hmm. Ja, ik zou met één hand doen dit. Nee, dat is dus een beetje helpen. Daarheen draaien. Eerst daarheen draaien. En dan erop. Juist. Ja, goed zo. Palletje. Palletje, wat moet je met dat palletje naar draaien toch? Naar boven? Ja. Erin naar boven. Zekere band. Erin naar boven. Ja. Zie je dat? Daar komt je net tegenaan, hè? Ik krijg wel een beetje het gevoel, als dit de snelheid van de gemiddelde Hollandse soldaat is, dat ik die meidagen wat beter begin te begrijpen. De afloop van. Zo. Wow. Zo dan. Oké. Okay. Nou, we hebben het weer in elkaar gekregen. Patroon hangen erop. Ja. Gebruik klaar. Laat de vijand maar komen. Terug naar de Grebbeberg. We gaan op weg naar de Koningstafel. Het plateau bovenop de berg waar je een mooi uitzicht hebt op Ochten, waar mijn vader gelegerd was. We lopen richting de stoplijn, de tweede lijn die ter hoogte van de tegenwoordige erebegraafplaats ligt. Door de Nederlanders wordt hard en dapper gevochten tegen de oprukkende Duitsers. Maar het gaat niet goed. Het is één grote chaos, onder meer door het gebrek aan sturing. Wanneer de legerleiding een keer langskomt, wijt die de verliezen vooral aan lafheid van de uitgeputte soldaten. We staan hier op de Grebbeberg. Ja. Mooi uitzichtspunt. En dan is het die 12e mei, de derde oorlogsdag in de ochtend. Er is al een hele dag geknokt, Duitsers zijn aangevallen. En dan komt de generaal-majoor Harbert. Die is eigenlijk commandant van het Tweede Legerkorps hier in Nederland. Ja, die is woedend. Woedend. Die gaat langs die troepen. Die zegt, jullie zijn lafaards, je moet je niet overgeven. Ik zie witte vlaggen. Zie dus die scheldt ze eigenlijk helemaal verrot. En die wil, hè, klassieke IJzervrede, die wil dat er een daad gesteld wordt. Ja. Dat desertie wordt bestraft. Precies. En het geval dat hij op het oog heeft is dat van sergeant Chris Meijer. Die had twee stuks luchtafweer geschud onder zijn beheer en een aantal mannen. En die heeft op een gegeven moment, zonder overleg met de secties naast hem, met die communicatiemiddelen waren dus slecht, heeft hij besloten, ik ga er vandoor. Ik trek mijn luchtafweer geschud terug. Ik haak het aan een auto. Ik ga ermee weg. En zelf is hij op een motor richting Utrecht gereden. Is in Loenen aan de Vecht aangetroffen in een café. Ja. En toen zei Harberts, dezelfde Harberts, tegen de krijgsraad die in alle ijl bijeengeroepen was, ik verwacht de doodstraf. En dat gebeurde, want toen werd er in allerijl werd er een krijgsraad bij elkaar geroepen. Binnen een half uur de doodstraf. Schrijft hij nog een briefje aan zijn ouders? Ja. Treur niet om mij. Ik hou van jullie, treur niet om mij. Ja. En tijdens, voordat hij gefusilleerd wordt, zegt hij iets ongelooflijks. Zegt hij, zal ik even die mooie leren jas uitdoen zonder van de kogelgaten? Ja. Waar zat de fout nou? Het was natuurlijk op dat moment zo onoverzichtelijk. Die communicatie was zo slecht, dat ik me ook kan voorstellen dat je zegt van dit is hopeloos. We moeten ons terugtrekken. Nee, maar kijk, de leiding stelt een daad. Harberts, ijzervreter, zegt er moet iemand doodgeschoten worden. Ja. Maar het lag aan de leiding. Er was geen communicatie, er was geen commandostructuur. Iedereen was de weg kwijt. Dus dan zegt een eenvoudig soldaatje, de sergeant, zegt dan, ja jongens, ik kap ermee. Ik kap ermee, er komt de SS kwam eraan. Heel voorstelbaar. Maar ja, dat mag toch niet als militair? Ja. Door de mensen die niet op de vlucht slaan, wordt er 3 dagen onophoudelijk gevochten. In het dierenpark bovenop de Grebbeberg worden de wildste dieren uit voorzorg doodgeschoten. De exotische vogels en apen zijn losgelaten en ze verschuilen zich in de bossen. In de nacht van 11 op 12 mei
houden ze de soldaten wakker met hun gekrijs en gebrul. Een helse combinatie met het lawaai van de mortierinslagen. Jort en ik hebben in een rustige omgeving in vredestijd kunnen oefenen met het onderhoud aan die mitrailleur van de Grebbeberg, de Schwarzlose. Maar wat gebeurt er als je dagenlang onder vuur komt te liggen, in een kazemat, omringd door zwaar bewapende Duitsers? Het is voor ons niet te bevatten. En toch proberen we een indruk te krijgen. En wat speelt natuurlijk is de frontkolder. Wat is dat? Je wordt gek als je... Nou, uitgeput raakt. Ja, dus bang bent. Precies. Een paar nachten niet slapen, niet eten. Het gebeurde in de hoge rangen en in de lage rangen. Hè? Dat je gewoon zo bang en zo angstig wordt dat je niets anders nog wilde dan op de vlucht slaan. Ja, want heel veel hoge officieren die eigenlijk door de mand vielen. En gewone jongens die helden bleken te zijn. Zullen we eens binnen een beetje sfeer proeven? Ja, naar u, zou ik bijna zeggen. Nou, ik weet niet of ik deze keer daar ook zo blij mee ben. Ja. Hier zitten ze. In dit kleine ding dan, met z'n drieën. Met drie man. Later met z'n zessen, want die andere jongens die vluchten ook hier naartoe. Een kazemat, hij zegt nooit bunker. Ja. En onderwijl de Duitsers komen er al, dus je richt je daarop. Precies. Dat is het punt. Ja. En dit horen ze, die jongens. Ja. En dan staat hier hun redding natuurlijk, want dit is die Schwarzlose. En deze Schwarzlose, die moeten ze hier aan de praat houden zien te krijgen. Want als dit ding het niet doet... En je hebt veel onderhoud nodig, want dat ding gaat... Je moet, in nood soms plasten ze om hem te koelen, hè, omdat ze gewoon geen koud water bij hem hadden. En dat moet je om de zoveel... twee, kijk, en zo gaat het dan. En ze hadden natuurlijk nooit oorlog meegemaakt. Dus het was ook... die mensen kijken. Gerels hadden nooit iets mee, maar die bunkers, of die kazematten moet ik zeggen, die waren nagelnieuw. Ja, dit was opgeleverd. Moet je voorstellen, man. En dan hebben ze dus hier de schietgaten gemaakt, hè? Aan deze kant, aan de noordkant. Want ze dachten... Oh, ja. Ze dachten dat de Duitsers daar zouden zijn. Ja, daar zouden ze komen. Als de Duitsers zouden doorbreken, dan zouden ze daarop moeten schieten. Maar de Duitsers kwamen vanaf de andere kant. Want die trok daar op. Die SS, die divisie, die trok ineens vanaf die kant en die maakte een omtrekkende beweging. Dus die jongens schieten. Ze hebben nooit één kogel afgekeurd. Niet! Heel hard, hè? En ze weten niet wat er gebeurt, hè? Geen communicatie. Ik zie geen Duitsers, hoor. Geen enkele Duitsers. De Duitsers. Dat is eigenlijk wel de essentie van die meedaag, hè? Het lijkt Stalingrad wel hier, joh. Allemachtig. Moet je je voorstellen. Ja, en dan ineens hoor je Duits. En dan is daar de standaard... de heer Führer, met meneer Wekkerle. Dus die zes jongens die hier zaten... Zei, jongens, kom maar uit. Ja. Ze, over. Ze hebben zich overgegeven. En ik denk dat ze nog van geluk mogen spreken. Dat ze overleefden. Waar sommigen zich noodgedwongen overgeven... blijven anderen zich tot het uiterste verzetten. Er waren mannen die natuurlijk gegrepen werden door de frontkolder. Ja. Maar er waren ook mannen die boven zichzelf uitstegen... Hè, in die eerste oorlogsdagen. Echte helden, ja. Zoals hier op deze plek... historische plek, majoor Landsaat. Die hier een absolute heldendaad heeft verricht op deze grond. Dit huisje stond er nog niet, maar er stond een paviljoentje van het dierenpark. Ouwe Hans Dierenpark. Een soort horeca-uitspanning, ja. Ja, en deze majoor had zich met zijn mannen daarin verschanst. Want wat was de situatie? De Duitsers komen over de berg. We staan hier eigenlijk op de kop van de Grebbeberg. Precies. Dit is zeg maar de frontlijn, misschien net achter de front en het centrale stuk. Ja. Waar al die Duitse krachten op kwam. Voorposten zijn allemaal gevallen en ze zijn er. En hij verdedigt zich. Ja, met zijn mannen. Hoe lang? Ja, hij houdt vol, want hij had gezegd tegen zijn vrouw... Ja. Het is overwinnen of het is sterven. Jazeker. En hij had het ook nog tegen zijn mannen gezegd. En hij voegde de daad bij het woord. Strikte militair. Hij was heel strikt op terecht. Maar zijn manschappen liepen met hem weg. Hè. Bewijst de geschiedschrijving over de man ook wel. Ja. Tegelijkertijd een raar soort kunstenaarskant. Interessante figuur. Ja. Een soort duale karakter. Strenge militair en bon vivant. Hè? Ja, dat was hij toch. En, ja. Maar goed, dan krijg je dus het moment. Munitie raakt op, Duitsers rukken op. En dan? Ja, dan is het... blijven we hier zitten tot we allemaal doodgeschoten zijn? Of, en dan stellen een paar van de overlevenden voor van... Nou ja, kunnen wij weg? En hij vindt het goed. Ja. Hij zegt, ik heb er geen bezwaar tegen als jullie gaan. Ja. En hij besluit met in elke hand een pistool... naar buiten te gaan, de vijand tegemoet
Het werd dus niet overwinnen, maar het werd sterven. Het is 12 mei, hoort, de derde oorlogsdag. Zware gevechten hier, aan de voet van de Grebbeberg. En de Duitsers die veroveren hier die kazematten. Ze steken dat riviertje de Grebbe over en ze banen zich een weg naar het westen. Over die weg, die holle weg, zijn er dan helemaal geen Nederlanders? Ja, die zijn er hier ook wel. Aan de noordkant bevindt zich bijvoorbeeld een sectie. Maar ja, die heeft één mitrailleur uitgeleend, één mitrailleur is kapot. En de derde mitrailleur heeft geen schootsveld. Het is chaos, drama. Die Duitsers rukken dus die berg op over die holle weg. Komen daar de kazematten van de Hollanders tegen? Dan zou je zeggen, die openen het vuur. Ja, dat proberen ze wel. Maar vaak staan de mitrailleurs de verkeerde kant uitgericht. Het is absolute chaos. Ze geven zich vaak over. Anderen vluchten over de berg richting Rhenen. En daar ontvouwt zich een nieuw drama. In de nacht van 12 op 13 mei wordt er hevig gevochten rondom het viaduct richting Rhenen. Daar bij dat viaduct schiet de groep van kapitein Gelderman urenlang op alles wat er in het vizier komt. We staan hier op het viaduct in Rhenen, een beruchte plek van de meidagen. Wat gebeurt er? De Duitsers zijn doorgebroken door de stoplinie. Dan komen ze eigenlijk bij de ruglinie, de allerlaatste lijn waar Nederlandse militairen zijn. Dat is hier. Ja. En het punt is, ze breken door, maar voor zich uit duwen ze een enorme aantal Hollandse soldaten die op de vlucht geslagen zijn. In paniek, hè? Helemaal in blinde paniek, ja. En de kapitein Gelderman van de Koninklijke Marechaussee is de man die hier staat. Ja. En die heeft de uitdrukkelijke opdracht gekregen van de generaal, van de opperbevelhebber, Harbers, van niemand mag er door. Gelderman zegt, ja, ik heb op eigen troepen geschoten, ik moest het doen, ik kon niet anders. Ik had uitdrukkelijk bevel van de generaal om orde te scheppen. Ik had opdracht de troepen bij de Grebbeberg tot standhouden te dwingen en een ieder die vluchtte neer te schieten. En ook als ik die opdracht niet had gekregen, dan zou ik net zo handelen. Honderden mannen. Gillend, huilend, brullende kerels die kwamen op me af. En ik dacht, als je één stap met ze meedoet, dan ben je verloren. Dan ren je mee. Het was donker. Het was een grauwe massa die naar voren stormde. En toen heb ik geschoten. Er zijn doden gevallen. Eén van mijn eigen mensen, een wachtmeester, de beste van mijn detachement, is daarbij omgekomen. Ik heb hem een huis binnengedragen en hij heeft nog maar 10 minuten geleefd. Er is wel adequaat op gereageerd door de Nederlandse regering later, want hij heeft de militaire wereldorde gekregen hiervoor, voor deze actie. Dus hij heeft eigen soldaten vermoord, toch een medaille gekregen. Ja. Ik begrijp dat jij dat in het geheel niet te verantwoorden hebt. Nou, dat weet ik niet. Kijk, marechaussee, militaire politie heeft die taak. En desertie is desertie. Noodslag. Ja. Na de val van de Grebbeberg en het drama op het viaduct is er nauwelijks nog weerstand tegen de Duitse opmars. Het gaat nu snel. Rotterdam wordt gebombardeerd. En na het Duitse dreigement om ook andere steden te bombarderen, geeft opperbevelhebber Winkelman zich op 15 mei over, namens Nederland. Na de capitulatie wordt op de Grebbeberg het lichaam van majoor Landsaat gevonden. Vlakbij het paviljoen, waar hij met 2 getrokken pistolen de vijand en zijn dood tegemoet liep. Daar werd hij gevonden, bij het muurtje. Ja. Oorlog was over, daar vonden ze zijn lijk. Ja. En dan gebeurt het prachtige moment dat zijn vrouw, zijn weduwe, koopt deze grond. Ja. Meteen, in die meidagen. En bouwt hier in 1942 een huisje. Ja, dit huisje. Ja. Dit huisje. Dit is het huisje van Landsaat als ode aan haar man. Ja. Geweldig, toch? En hij is geëerd, hè? Zeker. Militaire Willemsorde. De hoogste onderscheiding. Ja, precies. Ja, je had dus toch ook helden. Willem Pieter Landsaat. Ik zal overwinnen of ik zal sterven. Zeker. Helden Pieter Jan. Gesneuveld. Den 13e mei 1940.
Hij heeft mazzel gehad natuurlijk, hè, mijn vader. Bepaald, ja. Want hoeveel dooi je? Grebbeberg alleen al? 420. Meer, ja, meer Nederlanders dan Duitsers, wat uniek is, hè, voor een defensieve partij. Ja. Maar hij is de oorlog, tot mijn grote vreugde, ongeschonden doorgekomen, verder. Hij heeft het geweer nooit meer aangeraakt. Maar ja. Het was natuurlijk wel exemplarisch voor hoe dat leger in elkaar zat. Totaal onvoorbereid, geen commandostructuur. Wat te weinig munitie. Ik word er heel treurig van. En ik vind echt dat we die oorlog niet hadden moeten voeren. Hmm. Als je politici hebt die bezuinigen op de defensie. Als je generaals hebt die niet berekend zijn op hun taak. Als de telefoon draait. Ja. Ga dan niet. Wij willen altijd meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, ik vind winnen belangrijker dan meedoen. Wat ik lees ook in die aantekening van mijn vader. Wat ik ook wel van hem weet. Is dat ze vanaf het begin af aan ook het gevoel hadden. Die jongens die hier gelegerd waren bijvoorbeeld. Dat ze dat never, nooit zouden redden tegenover die Duitse overmacht. Mm. Maar ja, moet je dan zeggen. We doen het niet. We doen helemaal niks. We laten ze binnenkomen. Nou ja, hartelijk welkom. De Denen hebben dat gedaan. En ik zal niet zeggen succesvol, maar dat heeft best positieve effecten daar gehad. Ja. We hadden 2000 doden minder gehad. We hadden er een paar honderd minder op de Grebbeberg gehad. En een leger dat niet berekend is op zijn taak, dat stuur je het veld niet in. Doe je nou de heldhaftige mannen niet tekort die bijvoorbeeld zoals majoor Landsaat, die tot de dood erop volgt, letterlijk daar vecht. Doe je die nou niet tekort? Ja, aan de andere kant, wat heeft zijn weduwe eraan die een huisje heeft gebouwd op zijn graf? Hij had de kans moeten hebben om te winnen en dat heeft hij natuurlijk nooit reëel gehad. Hij is als een held ten onder gegaan. Nou, gefeliciteerd met de medaillepostuum. Ja. Somber. Somber. Gelukkig zijn we geholpen, hè, uiteindelijk, door de geallieerden. Gered, mag je wel zeggen. Mijn vader, Wim Hagens, heeft het gelukkig allemaal overleefd. SS-aanvoerder Weckerle sneuvelt een jaar later in Oekraïne als commandant van de Westlanddivisie. Majoor Landsaat wordt bijgezet op het militair ereveld Grebbeberg. En hoewel kapitein Gelderman zegt dat hij het zo weer zou doen, heeft hij de rest van zijn leven last van de herinneringen aan het schieten op zijn eigen mensen. En in een geruchtmakende uitzending van Avro's Televizier in 1970 blijft generaal Harberts bij zijn standpunt over de lafheid van soldaten bij de Grebbe, tot grote woede van oud-strijders. De discussie over de executie van deserteur Chris Meijer duurt tot op de dag van vandaag voort. Thuis bij Avro Tros.